dinsdagavond twee huishouddagjes gehad. Dus niet echt dingen om te filmen, zeg maar, omdat het verder niet echt opvalt. Wel gisteren, geloof ik, nog iets gedaan met wat gips, maar ook heel weinig maar. Dus, maar goed, in ieder geval blij met alles wat ik toch heb kunnen doen. En vanavond hebben de Leeuwinnen gewonnen met 1-0. En Engeland verloren van België. Dus dat is ook heel mooi nieuws. Dat is altijd leuk om te kijken. Nou, ik heb niet alles gezien, maar wat ik gezien heb was in ieder geval weer heel erg leuk. Ik geniet er altijd van. Ja, ik heb ook nog twee tomaatjes overgepoot. Op de plek van twee tomaatjes die het sowieso niet meer deden, helaas. Onze katten hebben echt weinig ruimte nodig. Die kunnen gewoon met z'n drieën op een kluitje op de tafel liggen. Wilma had waarschijnlijk zoiets van zoek het uit. Maar deze drie hadden het prima naar hun zin. Totdat ik binnenkwam, toen schrokken ze. Tenminste, Lientje en Spookie schrokken. En Wilma heeft dus echt hele banken voor zichzelf. Het is inmiddels woensdagavond en een beetje een rare avond, hè? Mm-hmm. Paul is behoorlijk geschrokken en we hebben een vrij groot probleem. Ja, er is een hek tegen het uit aangekomen. Je hebt de voorkant helemaal in elkaar kapot gemaakt. In elkaar gestampt, zullen we maar zeggen. Ja, ik weet niet hoe het zegt. Ja, dat is lastig om dat te zeggen, inderdaad. Want ze kwam tegen de zijkant aan, zei je, hè? Tegen de passagierskant. Ja, tegen het voorverpark wordt. Ja, de passagiersdeur kan niet meer open, hè? En de bootkap is ook verbogen. Wielkast is waarschijnlijk verbogen. Wielkast is verbogen. Bumper ligt eraf. Koplamp is gesneuveld. Ja, terwijl we dus eigenlijk volgende week de familie gaan helpen in Nederland. Dus we zitten nog heel hard te kijken of er toch nog een oplossing is. En anders dan... Dan niet. Dan, maar dat is echt heel moeilijk, want ik zou extra tijd hebben met Eva op die manier. Die ook in Dordrecht logeert. Vanwege de werkzaamheden. Maar goed, ik heb zelf eindelijk weer eens een keer wat gras gemaaid. En verder nog wat gerommeld her en der. En ik ben weer even bezig geweest met schroten en balkjes. Ik heb ook een aantal balkjes losgeschroefd in de caravan. Maar nog niet om dit te maken, zeg maar. Maar dit is een onderdeel van iets. En ik had balkjes nodig voor de rest, zeg maar. Ik moet heel even lachen om Paul die echt zoiets heeft van, wat heb ik hier in mijn handen? Die twee dwarsbalkjes. Ja, dat kan alles wezen. Ja, precies, daarom. Dus dat is een leuke afleiding, want ik heb het moeilijk zat ook. Dus het is wel even een leuke afleiding dat Paul zo weer iets heeft van, wat heb ik hier in mijn handen? Donderdagochtend en Paul heeft de auto eventjes aan elkaar geprobeerd te plakken met duct tape. Om zo naar de schadeherstel te kunnen rijden. Dus. Ziet er goed uit zo, hè? Professioneel opgelost, zullen we maar zeggen. Tja, duct tape. Overal goed voor. Nee, maar het is gewoon nodig om toch daarheen te rijden. Ik ben net nog even bezig geweest met mijn project. Nog even bedenken hoe ik mee verder kan alleen. Dat weet ik even nog niet. Vrijdag. Paul heeft vanmorgen het een en ander opgeruimd. En een kastje verplaatst. Vanaf de slaapkamer naar het halletje richting de logeerkamer. En ik ben nu zelf even bezig in de werkplaats.
met mijn projectje, maar ik ben wel een beetje clever geworden in de loop der tijd. Ik zet gewoon lijmklemmen in om de plaat vast te houden. Maar Paul had een of ander apparaat ook waarmee dit heel snel moet kunnen. Alleen ik weet niet precies hoe dat werkt. Gelukt, maar wel met de hand. De plaat is te dun om dat apparaat te gebruiken. Wel even een andere zaag gepakt en vanaf de andere kant ben ik gaan zagen op advies van Paul. Ik dacht eerst dat dat voor mij niet werkte, maar het werkte uiteindelijk wel. Dus, dat is mooi. Aan beide kanten wat afgetekend nu. Maar Paul mag nu eerst even een nieuw zaagje in de figuurzaag doen. Ik denk dat ik het voor vandaag wel mooi geweest vind, maar wie weet doe ik later vanavond nog wat. Zaterdagavond en helaas niet ver gekomen met mijn eigen project. Eigenlijk bijna niks. Een klein stukje van het vlakje heb ik er nu uit. Hier en daar wat advies gekregen van Paul, maar weet je wat er net gebeurde, Paul? Nee. Je raadt het nooit. Je zaag is gebroken. Dat is pas de derde vandaag, geloof ik, toch? Die er, ja, soms. Ja, precies, daarom. Dus, maar goed, in ieder geval verder een hele rustige zaterdag houden, hè? Mm. Ja, we konden ook niet echt iets natuurlijk, omdat het niet echt handig is om met die auto te gaan rijden. Niet echt. Nee, echt niet. Dus we konden eigenlijk heel weinig. Ja, we hadden eigenlijk nog wel iets meer naar buiten gekund in de tuin, maar het was ook nog niet echt het weer... Af en toe iets ongehad, geloof ik, toch? Ja, het is vrij frisjes nu weer. Ja, precies. Paul is ondertussen even bezig met een Lego doosje, wat er al heel lang lag, in elkaar te zetten. De lucht trekt eindelijk open, na heel veel regen, vanmorgen. Want er zitten maar liefst 5 roofvogels bij elkaar daar. Ik weet niet of ik ze duidelijk kan krijgen. Ik ga het even proberen, maar... Nou, we zien wel wat. Maar het zijn er dus in ieder geval 5 bij elkaar. Inmiddels avond en Paul is weer met Lego aan het rommelen. 1 auto is klaar, maar hij gaat gelijk nog even verder met de volgende. Ach ja, je kan hem een leuk in hebben, zullen we maar zeggen. Ik weet dat hij niet de enige is. Mm-hmm. Kijk maar naar Legomasters. Dat was de tweede auto voor vanavond. Ziet er leuk uit, zo zaampjes. Maandag 6 november. Vandaag lekker aan het klussen geweest weer. Mijn eigen projectje. Dus... Ik hou nog even spannend wat het wordt. En vandaag, 22 jaar geleden, bij Paul komen wonen dus. Ook altijd leuk om even bij stil te staan. Laters.